geschoven door een granaat. Volgende week is er in Dubbeldam altijd nog een herdenking. Ja. Heel officieel. Correct, ja. En dan is familie ook nog altijd uitgenodigd. Ja, zo mooi. Goed gedaan. Nee, die meneer heeft last. Van harte welkom bij deze herdenking van de oorlogsslachtoffers. Het Nationaal Comité 4-5 mei doet een appel op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. De herdenking van 2018 staat in het teken van het verzet. Waarom ging men in het verzet? Hoe gevaarlijk was het om in het verzet te gaan? En wat kunnen we daarvan leren? Op onze zoektocht naar antwoorden kan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog ons helpen. Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog is nog altijd een bron van inspiratie. Wij herdenken hier in Bourdonk Harry van den Akker, een Bourdonkse soldaat die omkwam op 13 mei 1940 in de Vriezenstraat te Dordrecht. De 13 omgekomen bemanningsleden van de Lancaster van de Royal Air Force en de Vickers Wellington en de Waco Glider die hier in de nabije omgeving zijn neergestort. En alle burgers en militairen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en vredesoperaties. Niet alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar waar en wanneer ook ter wereld. Om 8 uur, als de klokken dadelijk niet meer luiden, dan nemen we 2 minuten stilte in acht.
deze herdenking. Jan zei net al, het gaat met name dit jaar, staat het in het teken van het verzet. En dan schieten mij 4 woorden te binnen. Wat zou jij doen? Wat zou jij doen? 4 heel eenvoudige woorden, die afhankelijk van waar je bent, of wanneer je ergens bent, of in welke omstandigheden, makkelijk uitgesproken worden, maar natuurlijk enorm verschillende reacties teweeg kunnen brengen. Wat zou jij doen? Wat zou jij doen? Want wat zou u doen? Welke keuze zou u maken als die keuze misschien dan zou betekenen dat deze u uw vrijheid zou kosten? Of erger nog, uw leven zou kunnen kosten? Of dat uw gezins- of familieleden gevaar zouden lopen? Of dat uw keuzes misschien wel vergaande maatregelen of represailles van de bezetter tot gevolg zouden hebben? Zou u dat op uw geweten willen hebben? Zou uw overtuiging dat u het goede doet zo groot zijn dat u dat risico zou durven nemen? Voelbare angst in de donkere nacht. Ik kan me niet voorstellen hoe mensen zich voelden. Ik kan me niet voorstellen hoe het geweest moet zijn. Iedereen bij elkaar luisterend naar de schoten. Hopen dat ze weg zouden gaan. Hopen dat ze zouden ontwaken uit deze nachtmerrie. Hopend dat alles weer als vroeger zou zijn. Ik kan me niet voorstellen hoe dat geweest moet zijn. Ik kan het proberen te begrijpen, maar het is echt begrijpen, dat kan ik nooit. Het liefst willen we vergeten, deze stoffige doos op zolder laten staan, dit litteken verbergen met kleding, maar je kan het niet loslaten. Leegte, stilte. Maar toch luid. Veel woorden, maar niet te omschrijven. Voor sommigen gegraveerd in geheugens, bij anderen geleerd met het verstand. De gebeurtenissen van lange tijd geleden. Ze blijven voortbestaan in ons. De poppies met de kruisjes staan voor de herdenking van alle Britse militaire oorlogsslachtoffers uit het gemene bestlanden in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Verzet als voorbeeld. Wat zou jij doen? Is wellicht de meest gestelde vraag die leerlingen na een les over onderdrukking en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog gesteld krijgen. Soms in spelvorm,
Ook musea proberen hun bezoekers met vergelijkbare vragen tot instellingnamen en identificatie te verleiden. En we zullen het onszelf ongetwijfeld ook wel eens afvragen, wat zou ik onder omstandigheden doen? De vraag is gemakkelijk gesteld, te gemakkelijk. In de eerste plaats zijn er maar weinig mensen die openlijk durven te bekennen dat ze niet zouden helpen wanneer ze gevraagd wordt een Joods kind of een geallieerde piloot een schuilplaats te bieden. En belangrijker is dat zo'n vraag pas echt betekenis krijgt wanneer je probeert je in te leven in de complexe omstandigheden waarin zulke besluiten genomen werden. Maar niet vanzelfsprekend. Vrijheid moet je koesteren. Dat besef je pas goed wanneer de vrijheid er niet meer is, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog. 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. En 5 mei vieren we de vrijheid. Iedereen, ieder jaar opnieuw. Mede namens de leerlingen van groep 7 en 8 en namens de organisatie willen we iedereen bedanken die aan deze herdenking heeft meegewerkt. Met name ook de Harmonie OBK. We willen u uitnodigen voor een gezamenlijk vertrek en het drinken van een kop koffie in gemeenschapshuis De Hazenpot. Hartelijk dank. Ja, mag ik het? Ja.